Buenos días, David. Cheche las Billy. En als een tegenstander, dames en heren, vechten vanuit de rode hoek. Hij is 27 jaar en jong. Heeft een lengte van 1,87. En hij woog vandaag bij de weging afgetraind precies 100 kilogram. Hij is van Team Knaap uiteraard. Hij traint zichzelf en hij wordt getraind door al de jongens uit de sportschool. Dames en heren, hij heeft vele partijen op naam staan. Het maakt allemaal niet zoveel uit hoeveel, maar het zijn er echt veel. Ik heb het hier over de hammer, dames en heren. Uw applaus voor Michael Knaap! Oh.
En dan is die dames en heren, geef een applaus. De Hammer, Michael Knaap. En nogmaals even ter informatie, 2x5 minuten. Wanneer er een onbeslist uitkomt, krijgt u een verlenging van 1 minuut. Of herstel van 1 ronde van 3 minuten. Rick Cocu is de scheidsrechter in deze partij. Alles ist gut. Ja.
einde van deze partij. Ze kinderen zullen het alweer thuis. Ze kinderen zullen het. Oké, fighters to the center of the ring, please. Dames en heren, alvorens we overgaan tot de prijsuitreiking, mag duidelijk zijn. Kijk, het is natuurlijk niet goed te praten. Laten we even één ding voorop stellen, jongens. Als jij een gala organiseert, hè, dan ben je daar druk mee. Je hebt je eigen sportschool. Hey, nee, maak mij geen zak uit, knap, want ik bepaal dat nu even zelf. En je pakt zo'n buffel uit Georgië, die tweevoudig Europese kampioen is, jongens. Dan mag ik daar een keihard applaus voor. Ja, dankjewel. Maar de winnaar in deze partij, de winnaar, dames en heren, is de man uit de blauwe hoek, David Tsjechelasvili. En nogmaals ook een sportief applaus voor Michael Knaap. Oké. Dit was dus zwaar kut. Om maar even op z'n hommels te zetten. Ja, ik wil een lulverhaal opbouwen. Was gewoon slecht. Volgend jaar sta ik hier niet. Maar ik beloof, 4 juni vecht ik weer tegen hem. In Georgië. En dan zal ik zijn hele plek verbouwen. Koes. Oké. Nou, zo kan het ook, jongens. Zijn er nog vragen over? Lijkt mij vrij duidelijk. Dan gaan wij even kort pauzeren. En dan zien we elkaar over wellicht, wat zullen we zeggen, een minuutje of 20 weer terug hier voor het tweede gedeelte van het programma Only the Strongest.